En hier zijn we weer met een volgende aflevering waarin we een kijkje achter de schermen krijgen bij een online ondernemer of onderneemster. Vandaag heb ik hier aan tafel Margarita van Marstyle en zij zal zichzelf zo even kort voorstellen. Het stramien van het gesprek is denk ik inmiddels wel duidelijk. Dus we hopen te horen hoe zij haar business aan de achterkant heeft ingericht. Maar eerst, Margarita, wil jij je eventjes kort voorstellen? Ja, leuk. Ik ben Margarita van Marstyle.nl. Ik ben werkzaam als blogger. Daarbij doe ik alle techniek achter mijn website ook zelf. En naast dat ik geld verdien aan linkbuilding en influencer marketing en soms PR-trajecten, werf ik ook opdrachten, betaalde opdrachten voor andere bloggers. Werf ik ze niet alleen voor linkbuilding opdrachten, maar soms ook achter de schermen voor PR-bureaus die graag mensen willen betalen om naar hun events te komen. Nou ja, dat is de afgelopen 2 jaar natuurlijk niet voorgekomen, maar nee. Dat soort dingen doe ik wel. Daarnaast organiseer ik een combinatie van PR en linkbuilding met het evenement De Blogboot. Daarbij varen we in Amsterdam op een boot met een groep bloggers. En zoek ik daar omtrent een bepaald thema passende bloggers bij. En passende merken, /PR-bureaus die hun producten willen presenteren. Sommige mensen noemen dat een beetje gekscherend de huishoudbeurs op de boot. Zo kun je het zien. Het is eigenlijk gewoon een PR-event voor bloggers zoals je die op allerlei manieren tegenkomt. Alleen dit keer is het op een boot en niet vanuit één overkoepelend merk. Maar ik nodig dus verschillende merken of PR-bureaus die een merk vertegenwoordigen uit op de boot. En zo bundelen ze hun financiën en is iedereen low budget klaar met een leuk event. En daaruit komt dan mooie content rollen, want ik stel dat verplicht aan de bloggers die meegaan op de boot. Er moet een linkje in naar de rederij die de vaart sponsort. Dat is meestal Starboard Boats, die sponsoren de boot en de kapitein en de catering. In ruil plaatst iedereen een linkje. Ze hebben een leuke vaart, want zo vaak zit je meest niet op een boot. Ik nu dan wat vaker, wat heel erg leuk is. En dan presenteren we noviteiten en we hebben leuke content op de blog en op Instagram. Dat zijn de voornaamste kanalen die ik verplicht stel en wat bloggers daar verder nog mee doen. Of ze ook TikTokken of LinkedIn'en of wat ze helemaal zelf weten. Wow, ja, voor mij een hele nieuwe wereld hoor. Dus leuk om te horen. We horen er dadelijk misschien nog wel een beetje meer over. Influencer marketing is het. Wat zei je? Influencer marketing. Ja, goed, het fenomeen ken ik wel, maar hoe dat in zijn werk gaat, ging volledig aan mij voorbij. Leuk. Ik heb 3 stellingen voor jou voorbereid. En dan is de vraag aan jou om even kort aan te geven of je het er mee eens bent of niet mee eens bent. Sommige mensen kunnen geen keuze maken. Dat wil ik natuurlijk eigenlijk niet, maar goed. Dat mag ook wel bij sommige dingen. En dan doen we die 3 stellingen en dan komen de zaken die daarin komen, die komen ook nog wel in de rest van ons gesprek naar voren. Ben je er klaar voor? Ja, kom maar. Stelling nummer 1. Je kan beter investeren in software dan in uitbesteden. Dan heb je het over de achterkant van je business. Ja, daar ben ik het mee oneens. Hoewel ik ook wel op mijn bek ben gegaan met het uitbesteden van bepaalde zaken. En erachter ben gekomen dat ik veel dingen toch het beste zelf kan doen. En dat ik er heel voorzichtig mee moet zijn met wat ik uitbesteed. Maar bepaalde zaken, dan is het gewoon een stuk goedkoper als je dat even over de bühne heen gooit naar iemand anders die dat voor je oppakt, zoals de boekhouding, waar ik al jaren een boekhouder voor heb. Ik had eerst een schoonmaakster, daar moet ik eigenlijk ook weer even in investeren, want die is in coronatijd gestopt. Maar dat vind ik ook wel iets heel fijns om uit te besteden.
En een virtual assistant die voor mij het een en ander doet. En het kost gewoon allemaal ontzettend veel tijd als je het zelf moet doen. Mijn business is behoorlijk veelomvattend. Ik zou graag nog meer dingen willen uitbesteden. Maar ja, je moet ook weer het een en ander terugverdienen. Ik heb pas nog bedacht wat ik dan uit wilde besteden. Offerte opgevraagd. En toen dacht ik, ja, maar dit stukje business gaat mij niet die investering terugverdienen die ik daar dan instop als ik dat uitbesteed. Dus nee, het is slimmer om dan een andere investering te doen. Dus, ja, precies. Zo kijk je daar dan naar. Oké. Nou, mooi. Dankjewel hiervoor. Stelling nummer 2. Elke online business heeft uitgewerkte processen nodig. Ja, dat ligt er helemaal aan wat je daarmee bedoelt. Mijn business draait vooral op flexibiliteit. Ik moet, als er een opdracht binnenkomt, heel snel schakelen. En dat doe ik natuurlijk wel op een bepaalde manier. Mm-hmm. Maar dat is niet helemaal uitgewerkt in een proces of iets. Dat is verder niet uitgeschreven. Dat is gewoon, een kwestie van ook heel veel netwerken en persoonlijke contacten onderhouden. En omdat ik met mijn online business verschillende takken van sport, van dezelfde sport bedien, kan ik daardoor de processen op een bepaalde manier aanpakken. Maar dat is niet helemaal uitgewerkt volgens een... Nee. Maar je hebt misschien een bepaalde structuur die je hanteert. Of een bepaalde, ja, moet je dan zeggen, misschien wel gewoon een checklist. Dat is ook een structuur natuurlijk. Ja, nou ja, je moet bepaalde stappen in een samenwerking doorlopen. Ja, precies. Ja, die dingen moeten natuurlijk wel allemaal afgevinkt worden. Anders kun je je factuur niet versturen. Nee, precies. Dus eigenlijk een beetje... Ligt er een beetje aan wat je eronder verstaat, zeg jij. Je moet bepaalde stappen kunnen doorlopen en dat moet je ondersteunen. Maar nou ja, de vorm daarvan, dat is nog... daar kun je je afvragen. Ja, dat kan iedereen ook weer anders invullen. Ja, sowieso natuurlijk. We komen daar vast nog op terug dadelijk. Voor nu, de volgende stelling. De voorwaarde voor een business om te kunnen opschalen en groeien... is een bedrijf dat achter de schermen... strak georganiseerd is. En hierbij strak is de definitie voor jezelf. Het ligt een klein beetje in het verlengde van het vorige. Maar ik zie dezelfde nuance in. Vandaar dat ik toch daar een nieuwe stelling aan wijde. Ja, ik ben op zich wel goed georganiseerd. Ik heb ooit eens zo'n profielvragenlijst ingevuld. Waaruit blijkt van waar zitten je sterke kanten. En daar kwam uit dat ik een soort bibliotheek in mijn hoofd heb. Dus wat dat betreft ben ik strak georganiseerd. Ik heb bepaalde lijstjes en dingen waarin ik zaken bijhoud. Maar ja, ik heb ook in loondienst gewerkt. En zo strak is het ook weer niet. Maar het zit vooral in mijn hoofd. En omdat mijn hoofd heel gestructureerd is. Ja, en mijn lijstjes heel gestructureerd zijn. En ik weet ook door trial and error wat ik bij moet houden en waarom ik dat bijhoud. Is dat allemaal goed ingeregeld. Ja, en dan beschrijf je hoe het is. En als je nou zou zeggen, de stelling is eigenlijk, of de onderliggende stelling is, dat het een voorwaarde is om het goed te organiseren om te kunnen groeien. Ben je het daarmee eens of niet? Ja, want als jij je zaken niet op orde hebt... en ik werk ook met veel mensen die voor de hobby hun blog doen. Ja, ja. Ja, als jij je zaken niet op orde hebt... dan is dat heel lastig samenwerken. En dan kun je een ander daarmee duperen. Dus het is wel een voorwaarde om in ieder geval professioneel bezig te zijn. En natuurlijk... als je wil uitbreiden, als je maar een beetje dit en dat doet, ja, dan loopt dat niet. Dan ga je fouten maken. Dus dit is wel een voorwaarde, ja. Helder, dankjewel. Ik heb een vraag voor jou. En sommige ondernemers zeggen, ik weet het antwoord zo. En de ander zegt, wat een vraag. Stel, jouw business is een dier. Welk dier zou dat dan zijn? Ja, ik moest daar wel even over nadenken. Maar het eerste wat ik toch zo voor me zie is een vlindertje.
En dat fladdert natuurlijk heel leuk alle kanten op. Maar die vlinder die was eerst een rups. En die heeft heel hard gewerkt om zichzelf vol te vreten. Daarna heeft dat rupsje ontzettend lang in een cocon gezeten. En dat hoort er ook allemaal bij. En dan pas kan dat vlindertje lekker fladderen en allerlei mooie plekjes bezoeken. En vooral mensen laten genieten van de mooie vleugeltjes. Kijk, dat is een mooie. Dat is een mooie. Dus eigenlijk het proces waar je dan met je bedrijf doorheen gegaan bent, denk ik, of niet? Ja, ja, en omdat ik natuurlijk als blogger werk, zichtbaarheid is een ding. Mensen kijken graag naar vlinders, dus dat zou je dan een beetje moeten ambiëren om er leuk genoeg uit te zien met je content. Dat mensen dat graag lezen, omdat ze er iets uithalen. Ja. En ik kijk ook graag naar vlinders, dus... Nou, ik ook. Ik ben ook altijd weer blij als we genoeg bloemen in de tuin hebben om luchtig, vlinders aan te trekken. Voorjaar. Ja, dat... Leuk. En een mooi beeld. Dus wat dat betreft een mooi uitgelegd. Dank je wel. Je hebt net al even aangegeven wat je doet in feite. Je blogt, maar je doet eigenlijk nog veel meer daaromheen dan alleen maar het schrijfstuk, zeg maar. Ja, dat is maar een heel klein stukje inderdaad. Ja, zo wou ik net zeggen. Het lijkt alsof dat maar een klein deel is van wat jij doet. Even, mag ik het zo zien dat je in feite andere bloggers ook faciliteert? Of partijen samenbrengt? Ik doe sales voor andere bloggers. Dus dat, we hadden het net over besteed je dingen uit. Nou, ik besteed dat soms ook wel eens uit. Want zo help je elkaar. Maar ik haal dus ook business binnen voor andere mensen. En zij besteden dat aan mij uit. En daar krijg ik dan een percentage van elke opdracht die ik voor een ander binnenhaal. Mm-hmm. En nou ben ik de vraag kwijt. Nou, ik weet niet of ik de vraag al wel helemaal gesteld had, maar ik was meer even op zoek naar wat je precies biedt als met jouw bedrijf. Dus het kleine stukje was bloggen, maar in feite doe je ook een soort... Acquisitie doe ik. Acquisitie, ja. En evenementen. Dus contacten leggen en merken en bloggers met elkaar in contact brengen voor een win-win-win situatie. Ja, precies. En... Hoe werk jij dan zo met klanten? Want als ik het goed beluister, maar misschien vergis ik me daarin hoor, heb je best wel een grote groep mensen met wie je misschien losvast of misschien wel heel regelmatig contact hebt. Het lijkt me best georganiseerd, zeg maar. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk als belangrijkste groep mijn lezers. Maar ja, dat is altijd lastig, want dan schrijf je weer iets en dan zijn mensen het er niet mee eens. En dan gaan ze je ontvolgen. En dan schrijf je weer iets wat mensen wel leuk vinden. En dan gaan ze je wel weer volgen. Of je schrijft iets waar mensen op dat moment behoefte aan hebben. En dan kunnen ze je massaal vinden via zoekmachines. Zo heb ik een paar jaar terug iets geschreven over menstruatie na corona. Dat is iets waar veel mensen informatie over zoeken nog steeds. Okay. Zo komen ze op mijn site terecht. Maar die mensen die gaan mij niet volgen. Maar die komen wel op mijn site. Dus dat is ook een stukje doelgroep. Dus ik schrijf eigenlijk voor mensen die mij niet kennen. Maar die wel iets hebben aan de informatie die ik deel. Mm-hmm. Ik bied meer waarde voor SEO-bureaus en hun opdrachtgevers. Omdat ik linkjes plaats op mijn site en die ook bij andere blogs kan laten plaatsen. En zo kunnen zij met hun bedrijf hoger scoren in zoekmachines, waarbij Google natuurlijk veruit de grootste is. En doe je zoiets dan in een abonnementsvorm? Of is dat zeg maar eenmalig ad hoc? Nee. Ja, dat is echt ad hoc. Er zijn ook heel veel platforms waar je gewoon waar duizenden bloggers zijn ingeschreven en je bestellingen kunt doen. En ik werk meer achter de schermen. Bijvoorbeeld als er pitch aanvragen komen over een bepaald onderwerp. Dat ligt er altijd een beetje aan de vraag hoe en wat. Dus ik zit daar meer persoonlijk tussen met ook een stukje advies. Wat je niet vindt in een databank. Ja. Waar je dit soort diensten kunt afnemen.
Maar ja, de opkomst van databanken zorgt er wel voor dat dit stukje ja, niet altijd even hard loopt. Maar ja, als het loopt, dan is het rollen of stilstaan en wel heel leuk. En daarnaast ben ik dus begonnen vlak voor coronatijd met de blogboot. En dat combineert ook weer alles, want die contacten met die bloggers die heb ik al, omdat ik betaalde opdrachten voor ze werf. Ja. De contacten met PR-bureaus heb ik al, want zij sturen mij hun persberichten in de hoop dat ik daarover schrijf. En dan nog de contacten met de linkbuildingbureaus en met de merken, die ook natuurlijk graag willen dat er niet alleen over ze geschreven wordt, maar ook dat er nog een linkje bij geplaatst wordt. En ja. Nou, dan nog het stukje een evenement organiseren. Als je dat zelf zou doen voor je bedrijf, is dat best wel kostenintensief en tijdsintensief. En dit is zeker gewoon één concept. Waarbij ik eigenlijk iedereen die ik al ken zakelijk kan samenbrengen als dat business to consumer is. En ik ben op dit moment ook met een business to business marketingbureau bezig om dat concept business to business neer te zetten. Oh, grappig. Dus, ja, dat wordt ook heel, heel leuk, maar dat is nog niet aan de eerste klant verkocht. Dus daar zeg ik nog even niet te veel over. Maar ja, je wil gewoon, dat heb je in coronatijd gezien, je moet jezelf steeds opnieuw uitvinden als, als ondernemer. Ik ben ernstig ziek geweest de afgelopen 2 jaar. Ja, dat heeft ook zijn weerslag op je bedrijf. Dus ik, ja, ik wed niet op één paard, maar op verschillende paarden. En ja, het vlindertje fladdert achter dat paard aan, wat op dat moment eventjes aandacht nodig heeft. En zo doe ik dus verschillende dingen. En dat houdt het ook leuk en ja, spannend. Ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. Of ik heb het gemist, maar wat we volgens mij niet hebben aangeraakt nog. Waar blog je over? Is dat alles? Ik kan me voorstellen dat je een bepaald domein hebt of een bepaald gebied. Ik ben lifestyle blogger. Dus in feite schrijf ik eigenlijk over de dingen die ik zelf heel erg leuk vind. En, ja, dat is makkelijker. Ja, en ik heb niet één niche. In het begin schreef ik heel erg veel over de kinderen en opvoeden. Maar ik ben gescheiden. De kinderen zijn niet meer continu bij mij. En nou ja, kindermode vond ik altijd heel leuk. Maar op een gegeven moment vinden ze het ook niet leuk meer om in kleding te poseren en dat soort dingen. Dus dan verander je mee. Dus nu doen we vooral vakanties. Ik ben merkpartner van Roompot, de vakantieparken. Dat is heel erg leuk. Dus wij mogen regelmatig naar een Roompotpark toe. En dan gaan we daar een weekendje vakantie vieren. En dan gaan we schrijven over hoe dat allemaal is. Ik maak altijd een roomtour, hoe het huisje eruit ziet. Yeah. Mensen die zich oriënteren op een vakantie, die gooien dat in de zoekmachine. En die komen dan bijvoorbeeld op mijn blog en die lezen dan van, oh, als ik daar op vakantie ben, zo ziet het huisje eruit. Dit is er te doen op het park. Dit zijn de plussen en de minnen. En dit kan ik in de omgeving daar aan leuke uitstapjes doen. Dus het is ook een beetje combi mystery visit en review. Daarnaast ben ik merkpartner voor Peugeot. De auto. Ik denk niet dat we alle merken moeten gaan noemen, anders krijg ik eigenlijk met YouTube-problemen. Nee, dat klopt. Nou ja, en daarnaast doe ik nog beauty-dingen, food-dingen. Ja, maar goed, dat is een beetje de onderwerpen die je aanraakt. Ja, echt alles wat ik leuk vind. Ja, precies. Maar geen software, wat ik dan doe. Maar nee, niet over software. Nee, dat. Nee. Dat zou ik ook vooral niet doen, want dat is weer een hele andere tak van sport. Het is natuurlijk mooi als je daar één domein. Ja, nou, ik ben wel technical writer geweest hoor. Dus ik heb ook how-to's geschreven en technische dingen gedaan. Maar ja, dat is gewoon toch niet zo leuk als vakanties en parfum. Nee. En ook veel minder mensen die dat leuk vinden. Ja. En het is heel specifiek ook inderdaad. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nog even los van jouw gezinssituatie. Maar stel nou dat jij zou bedenken volgende week. Ik heb het hier wel even gehad in Nederland. Ik vertrek 6 weken naar Patagonië. Of ik kies een ander veroord. Waar misschien de wifi niet helemaal tip-top in orde is. Zou jouw bedrijf dan door kunnen draaien? En hoe belangrijk vind je dit?
Nou, er moet wel goede wifi zijn, dan kan ik daar ook gewoon dingen doen. Ik werk eigenlijk 7 dagen per week, maar in het weekend wel wat minder. En ik heb ook wel wat reisjes gepland. Maar er moet toch altijd nieuwe content komen. En ja, als ik niks doe, dan krijg je alleen je inkomsten uit affiliate dingen. En dat is gewoon met mijn bezoekersaantallen niet op het niveau dat je daarvan kunt leven. Dus nee, er moet wel... Okay. Ik kan prima digital nomad zijn, maar er moet wel wifi zijn. Er moet wel wifi zijn. Nou ja, helder. Zou je daarna willen streven? Dat je bijvoorbeeld anderen ook content kan laten schrijven en dat jij dan zeg maar... Nou, ik kan gaan chillen op weet ik veel, wat voor ja, beach. Dat, nou, dat doe ik nu wel. Ik heb gastbloggers die voor mij bepaalde reviews schrijven. Bijvoorbeeld moeders met wat jongere kindjes die dan dingen gaan doen die voor mijn kinderen niet meer interessant zijn. Of die ergens naartoe gaan als ik zelf niet kan. Maar ja, die weten niet zo goed hoe WordPress werkt. Dus ik heb daar... als zij wat aanleveren, zelf ook nog best wel wat werk aan. En als ik dan denk van, nou, ik wil er ook nog wat aan verdienen, dus ik doe er een affiliate linkje in, dan ben ik eigenlijk de enige die weet waar die affiliate linkjes staan. Ik zou het super vinden om iemand op te leiden die, ja, die als een echte stagiair lekker met mij aan de slag gaat. Maar als eenmanszaak word je niet zo snel goedgekeurd als stagebedrijf. Behalve dan mijn dochter, die heeft al gezegd, ik wil je zaak overnemen. Oh. Ja, en die doet ook al wel wat dingetjes. Die heeft bijvoorbeeld HTTP-linkjes omgebouwd naar HTTPS in WordPress. Dus ze kan, en ze schrijft af en toe een blogje. Dus ze kan al wel het een en ander, maar ja, die is 10, dus... Die mag ik nog niet gewoon... officieel inwerken. Nee, en die moet ook gewoon naar school natuurlijk. Die moet eerst gewoon lekker naar school doen inderdaad. Maar als zij later geld wil verdienen als bijbaantje... ja, dan is ze van harte welkom om in de zaak mee te werken. Ja, precies. Ja, dat is leuk. Zo'n ambitieuze kids, toch? Ja, daarom. Dus, ik denk ook dat ze het allemaal kan snappen. Maar het is zo veelomvattend, alleen al de blog... En dan doe ik daarnaast nog allerlei andere dingen ook. Dus, maar ja. Daar groeien ze wel in. Daar groeien ze wel in mee natuurlijk. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En het zou heerlijk zijn om meer dingen uit te kunnen besteden. En zelf wat meer achterover te leunen. Maar ja, ik heb een paar dingen geprobeerd. Dat zei ik net al tegen je. En ja, nog dan niet, doen ze gewoon niet wat je hebt afgesproken. En dan is het gewoon zonde van je geld. Ja, nee, ja, dat is zo. Dat is natuurlijk altijd de truc om dat voor elkaar te krijgen. Dat je niet teleurgesteld bent, maar dat je juist elkaar versterkt in zo'n samenwerking. Ja, precies. Dus ik doe het nu vooral projectmatig. En er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen die ik kan uitbesteden. Maar ik moet toch de controlfreak blijven. Ja, dat is misschien op termijn ook niet meer natuurlijk. Maar als je het ook heel leuk vindt, dan... is het ook niet echt een drama om dingen te doen. Alleen het gevoel dat je er altijd moet zijn. Als je 7 dagen in de week is best wel veel, hè? Om dat dan is heel paraat te zijn. Ja, ja. Maar ja, goed. Wat ik zei, ik ben de afgelopen 2 jaar ernstig ziek geweest. Toen kon ik niet zoveel. Dus ook als ik wat minder uren op een dag werk, omdat het gewoonweg niet gaat, dan draait de business wel door en dan kan ik er ook van rondkomen. Alleen, je moet met je bedrijf ook altijd vooruitzien naar de toekomst. Ja. En als jij de uren niet kunt maken, dan kun je de boel prima laten draaien. Maar dan ga je niet die groei doormaken waar jij eerder het over had. Hoe laat je bedrijf groeien? Nou, niet door het minimale te doen. Nee, dat klopt. Dan is het, dan moet het op een bepaald niveau zijn dat het gaat draaien. Of je moet inderdaad echt een team achter je hebben die dat stuk voor jou, hè, die dat vliegwiel aanzwengelen. En als we nou kijken, want ik heb al zoveel gehoord. Als we nou kijken, als we door de achterdeur bij jouw bedrijf naar binnen gaan. Wat zien we dan? Wie zien we dan? Zien we dan eigenlijk alleen maar jou die als een soort spin in het web eigenlijk alle lijntjes, alle touwtjes in handen houdt? Zijn er nog andere mensen? Heb je nog dingen
je had het al wel over dat in jouw hoofd eigenlijk best wel gestructureerd en georganiseerd is. Heb je een bepaald stramien om die blogs op te bouwen? Of heb je, nou ja, kortom, kun je ons eens delen hoe je dat organiseert? Ja, ik heb wel een virtual assistant die voor mij oude content, dus blogs die al jaren online staan, elke maand inplant op Facebook, zodat die content nog een keer gedeeld wordt. Mm-hmm. Dan krijg je daar toch ook zo af en toe weer wat kliks op. En ja, hoe stom het ook is, ik word toch afgerekend op hoeveel unieke bezoekers per maand de site trekt. En hoe meer dat is, hoe beter de samenwerkingen die je kunt krijgen. Je kunt de leukere barterdeals doen. En je kunt hogere tarieven vragen als je meer traffic hebt. Even voor mijn beeld. Misschien weet niet iedereen wat een barterdeal is. Oh. Kun je dat even in twee woorden uitleggen? Ja, dan krijg je geen geld betaald, maar met een product of een ervaring. Ja, dus, totaal... Ja, dan krijg je gewoon een product en dat sturen ze je dan toe. En dan kun je daarover schrijven en content mee maken. Ik krijg ook wel eens aanbiedingen van bedrijven die zeggen, nou, als je dit voor ons wil doen, dan sturen we je een cadeaukaart. Dan zeg ik altijd nee, want daar kan ik niks mee. Maar, nee. Maar dat is een barterdeal. Dat is een barterdeal. Dat je geen factuur kunt sturen, maar dat je een product of een ervaring in ruil krijgt voor jouw diensten. Ik onderbrak jou, want je was aan het vertellen over de VA die jou helpt. Die plant dan in dit geval blogartikelen in op Facebook, zei je. Ja. Daar heb je daar, hoe bepaal je dat? Is dat gewoon, nou weet je, we beginnen gewoon de oudste eerst en dan gaan we zo terug in de tijd, zeg maar, naar nu toe werken of... Nee, ik heb daar wel een instructie voor gegeven. In principe vraag ik haar om, zij kan in mijn WordPress en ze schrijft af en toe ook gastblogs, ook om zichzelf meer zichtbaar te maken. En zij kijkt in mijn WordPress en dan selecteert ze artikelen uit bijvoorbeeld, nou het is nu maart 2015, maart 2016. En die zet ze in een Excel-sheet. Dat sorteert ze op thema, zodat de ene dag iets over food is, dan over travel, dan over wonen, dan over een actualiteit, bijvoorbeeld Pasen. Nou, zodat er elke dag een ander soortig artikel opnieuw wordt gedeeld. Ik loop dat allemaal even na met de tekst die ze erbij wil zetten. Ik haal daar nog taalfoutjes uit en soms denk ik, ja, dit artikel... Dit was zoiets persoonlijks en van toen dat moment, dat hoeft niet nog een keer opnieuw gedeeld te worden. Dan haal ik die eruit en dan vervang ik dat door een ander stuk. Ja, precies. Dus echt de samenwerking in feite. Ja, ja. Dus, en dat doen we zo via een Excel. In Google Docs kun je heel makkelijk bestanden met elkaar delen. Ja, klopt. Handig. Ja. En doet zij dan nog andere dingen? Of heb je nog andere mensen met wie je samenwerkt? Want je hebt meer gastbloggers, zei je. Hoe gaat dat via de mail? Kun je ons dat... Ja, ja, dat is allemaal ad hoc. En ik heb een Facebookgroep waar gastbloggers in zitten. Daar deel ik wel eens een oproepje. Of ik stuur specifiek een appje naar iemand. Of ik stuur een mailtje door van joh, dit past heel erg bij jou. Afgelopen week was er bijvoorbeeld een pluk van de Pettenflat concert door het Philharmonisch Orkest voor jonge kinderen. En ik heb een gastblogger die kleuterjuf is, die helemaal weg is van al die Annie M. G. Schmid dingen. En die dat ook leuk educatief vindt met haar kinderen. Dus die is daarheen geweest. Die zei ook meteen, oh, dit vind ik echt heel leuk. Dus... Dus je hebt een Facebookgroep, daar communiceer je in. Maar als iemand, stel dat ik, nou heb ik geen jonge kinderen, maar stel dat ik gastblogger zou zijn. En hoe komt mijn tekst dan bij jou? Hoe landt die dan uiteindelijk op jouw site, zeg maar? Ja, via de mail. Dan stuur je mij een Word-bestandje toe. En je stuurt de foto's toe. En die zet ik dan allemaal in WordPress. Dus vandaar dat ik zei, ik heb er best wel wat werk aan. Want je moet eventjes alles technisch ook goed zetten. Er moeten eventueel wat linkjes bij. Als jij een eigen website hebt, omdat je bijvoorbeeld ook een blog bent. En je doet dit om jouw eigen domeinwaarde te verhogen. Dan moet er ook een linkje in naar jouw website. Uiteraard, hè, gastblogger, die en die. En dan een linkje eronder.
Dus ik zet er eventueel nog wat banners tussen van TradeTracker. Dat is een affiliate netwerk. Ja, yeah, van ja, zo, producten of diensten die erbij passen dan of zo. Ja, precies. En het liefst wil je natuurlijk voor je lezers elke dag een nieuw artikel online gooien. Maar ja, dat lukt me niet altijd om dat zelf te doen. Ik krijg ook als kant-en-klare artikelen van linkbuildingbureaus toegestuurd. En dan die zet ik natuurlijk ook online. Dan gebruik ik vaak een foto van Shutterstock, waar ik een bloggerabonnement heb. Dat is dus een vorm van een barterdeal. Ik mag hun foto's gebruiken, mits ik link naar Shutterstock. Ja, precies. Nou, dat is ook een gesloten beursdeal. Dat is in de blogwereld heel gebruikelijk. Ja, precies. Maar ja, daar kan je een brood van kopen, ja, natuurlijk. Ja, dus en daarnaast... dit is alleen maar het blogje erin zetten en alle foto's erin zetten. En de hele techniek achter mijn site moet ik natuurlijk ook nog doen. Ik moet artikelen optimaliseren. Daar heb je bepaalde SEO-tools voor, waar je zo nu en dan even induikt om te kijken hoe je jouw site kunt optimaliseren. Ja. Nou, voor de mensen die nu kijken, je Google Search Console, daar kun je alle zoektermen vinden waar je opgevonden wordt. Dan heb je nog je Google Analytics, dat zijn de bezoekcijfers. Kun je zien welke items er nu al goed gevonden worden en hoe mensen jouw site vinden. En daarnaast gebruik ik ook dingen als Allrefs en SEMrush, die weer andere dingen meten, zoals backlinks die nieuw zijn, en Allrefs meet bijvoorbeeld technische foutjes op je site, waardoor jouw site minder goed zou kunnen scoren dan een andere site. Ja, precies. Die over hetzelfde schrijft. Dus, maar goed, je website is je core business natuurlijk. In feite. En als linkbuilding doe ik zelf ook nog. Dus. Ja, precies. Maar als je dan kijkt naar die makelaarsfunctie, noem ik het maar eventjes, hè, dat je bloggers met adverteerders, zo noemde jij ze geloof ik, aan elkaar koppelt in feite. Mm-hmm. Of in ieder geval de gelegenheid biedt om met elkaar kennis te maken. Zoiets organiseren lijkt me best een gedoe. Heb je daar aan de achterkant nog slimme dingetjes voor? Heb je daar voor jezelf... er moet best wel wat geregeld worden, tenminste, denk ik. Er moet best wel wat geregeld worden, inderdaad. Nu ga ik al wel een aantal jaren mee in het wereldje. En ik heb ooit, ik was altijd de communicatiemedewerker, dus ik heb ook bij PR-bureaus gezeten en bij redactiebureaus. Okay. En technical writer, wat ik net al tegen je zei. Ja. Dus dat je je vakgebied mee hebt, dat scheelt dan al heel erg. En ik ben dit pas in 2017 als werk gaan doen. En mijn blog bestaat al sinds 2015. Deze blog in ieder geval. Oh, dat is een hele tijd. Ja, dus dat in het begin ga je vooral vaak naar... naar evenementen toe om je gezicht te laten zien, om persoonlijk contact te maken met merken en PR-bureaus, maar ook met andere bloggers. Want ja, in het begin kent niemand elkaar. En op dit soort evenementen kom je met anderen in contact en hoe doe jij dat? En die heeft weer een tip op dat gebied, die heeft dit weer een tip op dat gebied. Ja, precies. En dan zoek je onderling de samenwerking en zo word je beter. En ik bleek dus heel handig te zijn in de sales- en onderhandelingen kant. Weer een ander is heel sterk in de techniek. Weer een ander is heel sterk in bijvoorbeeld Pinterest. Dus, en zo kun je heel goed tips met elkaar uitwisselen. En ik kende dus al aardig wat mensen. Ik kwam er ook achter dat er behoefte was aan iemand die de sales uit handen neemt. Dat mensen heel erg benieuwd zijn naar wat krijgt een andere blogger voor zijn artikelen. En waar heeft dat allemaal mee te maken? Ja, je wilt toch een beetje weten van, zit met mijn prijsstelling goed? Ja. Dus al dat soort factoren, dat weegt ook allemaal mee. Dus dat netwerk, dat had ik al. En ja, ik leg heel makkelijk contact met adverterende partijen. En ik vind het ook heel leuk om de telefoon te pakken en af en toe gewoon eens te bellen. En de vraag van, hoe vind je dat de samenwerking kan verbeteren? Ik heb ooit een heel onderzoek gedaan, waarbij ik 150 PR-bureaus heb gecontact en de meeste ook telefonisch heb gesproken over wat vinden jullie van samenwerkingen met bloggers en hoe kan dat beter? En leuk. Wat zijn opvallende dingen? Nou, dat soort dingen. Dus
Ja, dat stukje netwerken, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus vandaar dat ik ook dus nu evenementen organiseer, want ik haal daar energie uit. Ja, precies. Maar hoe, want zo'n adverteerder of een... is dat het juiste woord? Dat... Ja, sponsor. Het. Dat zijn vaak bedrijven. Daar zitten misschien wel meerdere mensen achter. Hoe communiceer je dan met hen? Gaat dat echt via de mail allemaal? Of bel je ze alleen maar? Of hebben jullie daar een bepaalde... Het meeste gaat via de e-mail natuurlijk. Want het is een online business. Maar ik probeer toch ook wel regelmatig even de telefoon te pakken. En ik merk wel dat er een generatieverschil is. Mensen van onze leeftijd vinden het heel prettig om te bellen. Maar er zijn heel veel mensen, als je onder de 30 gaat kijken, en begin 30 ook nog wel, die vinden dat eng. Als mensen gaan bellen, dan... Ja, dat is heel eng. Dat vinden ze heel eng. En heel veel mensen die bloggen, dat zijn ook toch vaak jonge mensen. Zeker de nieuwe mensen die er net mee gestart zijn. Die zijn jong. Die durven dus niet te bellen. Dus als je dan een keer iets van je laat horen, dan vinden mensen dat fijn. Want er zijn niet zoveel mensen die ook bellen. En probeer dan die gunfactor een beetje te krijgen. En ja, het is natuurlijk altijd kijken van, kan je met elkaar door één deur of niet? En, ja, precies. Precies. Ja, en maar niet met iedereen beetje... klikje, maar met veel mensen wel. Ja, ja. Nou, ik was een beetje op zoek naar hoe organiseer je dat dan? Want ik dacht, via de mail lijkt me best wel ingewikkeld om dan alles bij te houden. Vooral ik heb nu het beeld van, maar misschien klopt dat helemaal niet, van enorm veel contacten in feite die jij onderhoudt. En ja, als ik dan naar mezelf kijk... Dat is heel arbeidsintensief. Bij ons ging het ook mis, hè, met het mailtje. Ja. Nou, dat zegt wel iets over hoe ik dat soort dingen... Ik organiseer het best goed. Maar ik zoek daar toch vaak andere manieren om dat safer te doen, zeg maar, dan mijn e-mailbox. En ik ben daar niet uniek in, maar ik weet dat er heel veel mensen daar veel beter in zijn dan ik. En het heel fijn vinden om alles via de mail te doen. Maar omdat je ook allerlei software hebt tegenwoordig om dat wat te ondersteunen, laat ik het zo zeggen, was ik gewoon benieuwd of jij daar gebruik van maakt. En volgens mij hou jij het gewoon lekker bij e-mail en organiseer je het gewoon zelf goed. Ja, maar... het zit in een bibliotheek in mijn hoofd. En natuurlijk zijn er allerlei tools die je zou kunnen inzetten, zoals CRM-systemen, die zouden perfect hiervoor zijn. Als ik bij een groot PR-bureau zou werken, dan zou dat ook zeker in een CRM-systeem, zou je al dit soort dingetjes kunnen noteren. Ja, ik heb de mazzel dat ik dat gewoon makkelijk onthoud. Dus als jij zegt van nou, ik ga trouwen of ik ben ziek of ik moet een operatie dan en dan. Meestal onthoud ik het dusdanig goed dat ik erop terug kan komen in het volgende contactmoment. Oh, nou ja, dat is wel mooi. Dat maakt het wel lastig als je zou willen... je had het net ook al even over opschalen. En als een ander persoon in jouw business dit soort taken zou willen overnemen... Ja, die kan het moeilijk uit jouw hoofd trekken, zeg maar. Nee, die kan dat niet uit mijn hoofd trekken. Dus dat is... toen ik ernstig ziek was, heb ik ook gemerkt... van ja, het is wel echt heel bewerkelijk allemaal. Dus vandaar dat ik nu ook die blogboot... die ben ik dit jaar wat planmatiger aan het aanpakken. Maar het drijft op mijn persoonlijke, ja, hoe noem je dat, kracht of sparkle. En dat kan je niet aan een ander overlaten. En dat merk je ook heel erg als er weer ergens een nieuw contactpersoon zit. Dan moet je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, ja, dat is en dat is in deze branche wel veel. Ik denk dat het een heel veel ding is. Hè? Mensen doen toch de zaken met mensen. Ja. En sommige dingen, kijk, een bedrijf heeft een bepaalde doelstelling. Jij hebt als bedrijf een bepaalde doelstelling, maar de partners hebben natuurlijk net zo goed een bepaalde doelstelling. Ja. Dat je dit zo organiseert, hè, heeft dat merken klanten daar, of ja, klanten in jouw geval is misschien klanten niet helemaal het juiste voor, partners relaties, misschien? Zakenrelaties. Ja, dat vind ik dan ook weer zo... Ja, die merken dat wel, want als ik een dag on the road ben, omdat ik op reis ben of een meeting heb of een blogboot evenement, dan ben ik dus even niet bereikbaar en dan reageer ik niet meteen op een preview die is ingestuurd waarvan misschien het linkje kan verlopen. Dat maar dat heeft ook zijn impact op jouw eigen bedrijf dan? Ja. Tenminste, binnen grenzen.
Ja, je kunt ook niet alles. Ik heb een hele tijd een slow motion alert aangezet. Dat is zo'n out of office, maar dan ik ben ziek. Ik doe mijn best om zo snel mogelijk te antwoorden. Maar ja, het kan precies. Even wat langer duren. Dat doe ik ook in zomervakanties als ik met mijn kinderen ben. Privé en werk lopen bij mij ontzettend in elkaar over. Omdat ik blog over de dingen die ik leuk vind. Doen wij dus ook de dingen die ik leuk vind. Om daar precies. Dan vervolgens over te schrijven. Ja, nee, dat is ook zo. Dus het is... ja goed, je kunt natuurlijk het schrijfwerk is zakelijk, maar de activiteit of het ja, en de product, foto's. Ja, dat is ook zo. Het is een soort een way of life eigenlijk meer ja, dan... Ja, het is een way of life. Ik heb ook op mijn blog een weekoverzicht, dat heet Cake op mijn week. Dat is echt voor de vaste fans, zal ik het niet noemen, maar volgers. Mensen die dat grappig vinden om te lezen wat ik dan nu toch weer heb gedaan, is nooit saai. En dat zijn heel veel mensen die dat heel erg leuk vinden om dan stiekem mee te gluren in je leven. Dus dat doe ik dan voor de mensen die mij vast volgen. Ja, en de rest doe je vooral voor de zoekmachine. Het wordt niet zo... wordt niet altijd door vaste volgers opgepikt. Dat gaat echt vooral via de zoekmachines in grote volumes. Ja, dat is natuurlijk ook de basis van succesvol bloggen. Tenminste, zo heb ik het altijd gezien. Maar misschien is het... Jij hebt er nog een tak van sport aan vastgeplakt. Ja, je personal branding, hè? Ja. Nou ja, goed. Dat is ook, misschien maakt dat ook wel leuk en maakt je ook uniek als blogger eigenlijk. Niet iedereen doet dat. Zijn er nou dingen, want jij zei 2015, als ik het goed onthouden heb, ben je begonnen. En je staat nu op een bepaald punt. Zijn er dingen die je nu terugkijkt waarvan je zegt van, als ik dat toen of toen anders had gedaan, dan had ik sneller gegroeid? Of, natuurlijk heb je je proces, iedereen heeft zijn weg. Maar zijn er specifieke dingen waarvan je zegt van, hé... Dat zou ik toch echt wel... Wat technische doen. Dingen. Bepaalde instelling bij het overgaan naar mijn domein marstyle.nl. Ik heb nu bijvoorbeeld dat je in de URL de datum eerst ziet. En dan pas de titel van een artikel. Mm. Het was slimmer geweest om dat niet te doen. Maar als ik dat nu in de techniek aan ga passen... Dan kom ik met allemaal redirects en dat is niet handig. Dus ik laat het maar zo. Echt een drama. Het kan wel, schijnt. Ja, het kan wel. Maar ik durf de gok niet te nemen. Want straks ben ik ineens bezoekers. Je moet echt een test doen of misschien wel een expert laten doen. Maar je kunt het schijnt te kunnen doen. Maar ik heb er ook naar gekeken en ik ben ook afgehaakt. Ik dacht nee. Ik weet wel hoe ik het moet doen. Ik heb ook de juiste plugins om dat te kunnen doen. Maar ik neem het risico liever niet. Want het is wel mijn business. En zonder dat ik dat doe, heb ik ook leuke bezoekersaantallen. En wil je per se de blogger met het grootste bereik zijn? Of wil je er vooral plezier uit halen? Of in mijn geval, ik combineer het met nog allerlei andere activiteiten. Omdat ik het heel leuk vind om... Een spin in het web te zijn. Dat vind ik gewoon heel leuk. Om alles een beetje te doen. Ja, dat is wel... En is het begonnen als business of is het eigenlijk per ongeluk begonnen omdat je het leuk vond en heb je er later je business van gemaakt? Ja, het is begonnen als hobby. Ik was altijd al werkzaam, wat ik zei, in de communicatie en journalistiek. Dus schrijven deed ik in elke functie die ik gehad heb. Alleen dan was het altijd voor een baas en kon je niet zelf kiezen wat je dan moest gaan schrijven. En dat mag ik in deze blog helemaal zelf bepalen. Hoewel dat natuurlijk ook wel gestuurd wordt door waar je opdrachten krijgt. Dus als ik een opdracht krijg om te schrijven met een linkje over tuinen, dan schrijf ik over tuinen. En gaat het over badkamers, dan schrijf ik over badkamers. En verzin het maar. Precies. Zo komt dat er in. Ja, maar goed, ik neem aan als het echt heel ver van je afstaat, dat je ook denkt, ik laat ze ook wel eens dingen schieten. Of als ze niet genoeg willen betalen, dan denk ik ook, ga dat lekker ergens anders doen. Daar heb ik geen zin in. Dan levert het precies. Genoeg op en dan vind ik het zonde. Wat je nu noemde was een heel technisch ding eigenlijk, hè? Zijn er nog dingen organisatorisch of qua... Maar je hebt heel veel samenwerkingen. Zijn er daar nog dingen waarvan je denkt van... Nou, die had ik misschien toch ook wel anders
willen doen of eerder willen oppakken? Ja, ja, zo zijn er heel veel dingen. Het is een beetje een ons kent ons wereldje. En oh, ik ben niet altijd even tactisch. Ik kan heel veel dingen heel goed, maar tact staat niet in mijn vocabulaire. Dus ik beledig nog wel eens mensen. En ja, daar heb ik zelf het allermeeste last van. Ja, ja, ja. Dat is niet altijd te slim. Nee, dat klopt nee, wel. Nee. Dus ja, sommige mensen hebben ook gewoon hele gevoelige teentjes. En ja, ja, dan moet je niet met je... Ja, dan moet je al niet met een nagelknippertje in de buurt komen. Laat staan dat je even er goed op stampt met je voet. Dat is ook heel pijnlijk, hoor. Ja, ja, ja. Dus nee. En als mensen mij onheus bejegenen, dan, ja, dan spiegel ik hem. En daar heb ik zelf veel last van gehad, zakelijk gezien. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is wel een... het feit, je hebt een paar keer gezegd, het is een klein wereldje. Dat vind ik verrassend, maar dat is... Ik neem het direct van je aan. Ik had gedacht dat dat heel groot was. Dat er heel veel mensen zitten, heel veel aanbieders. Dus dat het ja, een beetje een soort marktplaats idee is. Maar dan niet de marktplaats.nl, maar ja, de echte markt. Er zijn ook heel veel. Er zijn honderden CO-bureaus en marktplaatsen. Ja. Alleen al in Nederland. En dan zijn er ook nog heel veel in Europa die zaken doen. Dus mijn klanten komen niet alleen uit Nederland, maar het zijn wel vaak Nederlandse linkjes. Maar die opdrachten komen ook wel eens uit Spanje, uit Zweden, uit de UK, uit Duitsland. Oh, grappig. Dus Amerikanen kopen hier niet zo vaak linkjes in, omdat wij in Nederland relatief hoge prijzen vragen en een kleiner bereik hebben. Want zij Engelse content wordt natuurlijk veel meer gevonden dan Nederlandstalige. Ja, ja, nee, precies. Wat dat betreft is Nederland toch best een klein taalgebied. Dus die snappen de prijsstellingen dan niet. Maar Duitse en Engelse bedrijven, die hebben daar nooit problemen mee. Want die snappen dat. Ja, en daar liggen de prijsniveaus ook hoger. Ja, dus, precies. Je krijgt ook wel eens uit India aanbiedingen. En dan willen ze voor een paar tientjes iets. Ja, dat gaat gewoon niet. Dan succes, zoek dat lekker in India op. Ja, precies. Daar liggen andere prijzen ook op dat niveau natuurlijk. Ja. Ik kijk even met een schuin oog naar de klok. Ik sluit eigenlijk altijd af, nou, met de ene laatste vraag. Is er nou iets waarvan je denkt, dat heb je me niet gevraagd en dat had je toch moeten vragen, Mirjam? We hebben natuurlijk heel veel besproken over jouw bedrijf, over waarom je blogt, hoe je met je klanten samenwerkt, hoe je met je VA en je partners samenwerkt of gastbloggers. Maar is er nou iets waarvan je denkt, toch jammer? Nee, ja, misschien de kanalen die je inzet. Maar ja, dat is ook weer zo persoonlijk. Want ik heb er natuurlijk een aantal aangestipt, maar een aantal ook nog helemaal niet. YouTube bijvoorbeeld, TikTok is een ding. Daar doe ik zelf niet zoveel mee, maar ja, het is er wel. Je moet het toch in de gaten houden. Ja, er is heel veel. Ja, YouTube heb ik natuurlijk ook allemaal vooral ondersteunend aan mijn bedrijf gedaan. Maar je merkt dat je toch, ja, je moet alles doen, maar je moet wel af en toe even investeren. Vroeger was dat Facebook het ding. Dus de trends, zou ik eigenlijk zeggen, daar heb je niet naar gevraagd. Nee, dat is zo. Dat is zo. Ja. Het ging natuurlijk met name ook over de achterkant van je business. En daar zijn de trends wat minder. Behalve dat je natuurlijk moet bijblijven en daarop zo flexibel kunnen zijn dat je daarop inspeelt. Dan laten we het gewoon even bij de trends. Die zijn, en zeker als blogger denk ik inderdaad, wel super belangrijk. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, je kunt ook niet alles bijhouden. Ik bedoel meer het... niet de trends om over te schrijven, maar ook de trends. Vroeger kon je op Facebook makkelijk veel bereik krijgen. Dat is niet meer zo. Toen werd opeens Instagram belangrijk. Toen kwam er weer TikTok bij, waar je dan allemaal aan moest snuffelen. Pinterest is op dit moment ook best wel een hip en happening ding, waar je veel traffic uit kunt halen, ook als zakelijk blogger. En daarnaast YouTube, ja, het is nooit echt mijn ding geweest om heel erg vlogs te kijken. Maar mensen vinden dat toch leuk, dus je moet er iets mee. Dus naast de ondersteunende filmpjes
Voor mijn blogartikelen ja, ben ik nu ook weekvlogs daar gaan maken. Omdat er toch mensen zijn die dat leuk vinden. En ja. Ja, je moet je personal brand continu uitbouwen en proeven wat er bij je past. En of het aanslaat bij de doelgroep. Ja, dat is waar. Dat is, maar dat bedoelde ik ook hoor, met trends. Dat je een beetje moet volgen waar, in feite waar de mensen interesse in hebben. Want dat is waar jouw publiek zit, kan ik me zo voorstellen. En bij YouTube heb je ook nog de short. Maar op een gegeven moment kan je toch ook niet, je moet dan ook weer dingen afstoten. Want je kunt niet alles. Zeker nee. Niet als je het zoals jij doet, toch vrij veel zelf doet. Dan denk ik dat je op een gegeven moment wel 48 uur in één dag nodig hebt. Ja, precies. En filmpjes monteren kan ik niet. Mijn dochter van 10 kan dat wel. Dus als ik dat nodig heb, dan doet zij het. Maar meestal doe ik gewoon in één take op. En online. Ja, want monteren, dat één, ik kan het niet. En twee, ik heb er ook niet de tijd en de energie voor. En het past niet tussen alles wat ik ook nog wil doen. Nou, het kost heel veel tijd, kan ik je uit ervaring vertellen. Ik wil naar een afronding toe, maar niet voordat ik jou de gelegenheid geef om even aan te geven. Als mensen nou denken, oh, ik ben wel benieuwd naar het blog. Of ik wil even kijken of er voor mij een interessante samenwerking in zit. Hoe kunnen ze jou het beste vinden via jouw blog of social media kanalen? Spaar me raak. Ik zal zorgen dat er een linkje rondom de video audio komt te staan. Ja, hartstikke leuk. Nou, als je denkt van ik wil een beetje relaxen, www.marstyle.nl is de blog vol met de glitters in het leven. Als je denkt ik wil promotie voor mijn producten en ik zit in de business to consumer hoek, kijk dan zeker even op www.blogboot.nl om te kijken of dat concept bij jou past. En verder ja, op LinkedIn connect gerust. Margarita Bisschop ben ik. Hallo. En ja, de contactgegevens staan ook op mijn website. Dus je kunt me ook mailen. Ja, precies. Nou ja, dat moet ook even gezegd zijn. Hè? Dat is ook belangrijk. Nou, voor nu hartstikke bedankt. Voor mij was het een hele nieuwe wereld. En ik heb er heel veel van geleerd. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om deze bijdrage te leveren. Ja, zeker. Het is altijd inspirerend om over ondernemen te praten. Dus dank je wel voor de uitnodiging om in je talkshow te verschijnen. Oh, dat is ook een mooie. Ik ga het misschien zo wel noemen. Talkshow. Nee, graag gedaan. Het genoegen was helemaal aan mijn kant. Voor nu zeg ik tegen kijkers, luisteraars, lezers niet echt, denk ik in deze. Maar tot ziens. Tot de volgende aflevering. En nogmaals dank, Margarita,